Nieuw Vide is een broedplaats, dus niet alleen maar een expositieruimte. Of je nou schildert, of je maakt video's, of je maakt animaties, of je maakt instrumenten zoals ik. We zijn gewoon allemaal onwijs lekker bezig en we helpen elkaar daarin. Het is een heel divers gezelschap, dus je leert mensen van uiteenlopende disciplines kennen. Ik heb voor de Nieuw Vide gekozen als een plek om te werken, omdat ik graag tussen de kunstenaars ben. Tussen de mensen die de cultuur aanjagen binnen Haarlem. Ik voel me heel erg verbonden met de community in Haarlem. En voor mij manifesteert zich dat ook heel sterk in Nieuwe Vide. Maar ook blijvend in contact met Den Haag en Amsterdam en andere kunst- en culturele plekken. Nieuwe Vide is een van de weinige plekken in Haarlem waar jonge professionele kunstenaars de ruimte krijgen om te experimenteren. Je kan gewoon altijd nieuwe kunstenaars ontmoeten die ook uit het buitenland komen, met hele andere dingen bezig zijn. En die komen hier dan langs voor een tentoonstelling of maken ook een werk ter plekke. De Vide die haalt internationale en nationale kunstenaars binnen. Dus die haalt het grote wereld naar Haarlem toe. En dus dat de mensen die hier werken eigenlijk daar volgens mij ook gewoon beter van gaan presteren. Maar ook dat die misschien door de contacten die hier gelegd worden ook weer de wereld ingaan. A place like the Nieuwe Vide is essential for that, where they invite younger artists to work with them to learn out of experimentation and to take risk in their experience. And that's the only way a creative artist will develop.